Welkom bij en Actueel van dinsdag 28 september 2010. Wethouder van cultuur Isabel Dix heeft gisteravond een motie van afkeuring overleefd. De oppositiepartijen riepen haar ter verantwoording omdat de gemeenteraad niet op tijd ingelicht was over een tekort van 1 miljoen euro bij stadschaalburg De Harmonie. In april van dit jaar was dit al bekend bij het college, maar de wethouder koos ervoor om het pas deze maand bekend te maken. Er werden harde woorden gesproken door onder andere Gijs Jacobsen van de NLP, die stelde dat de basale regels van de democratie waren geschonden door de raad niet tijdig in te lichten. De wethouder verdedigde zich door te stellen dat de gemeente verplicht is eventuele kortingen bij de harmonie te dekken en dat het college ervoor gekozen had om de raad pas in te lichten als er een oplossing voor het probleem gevonden was. Leeuwarden krijgt binnenkort minder brievenbussen. TNT Post gaat het aantal terugbrengen van 99 naar 82. Bovendien worden de brievenbussen per 4 oktober van dit jaar oranje in plaats van rood. Per 500 meter moet wettelijk minimaal één brievenbus staan en aan deze norm wordt dan nog voldaan al dus TNT. De nieuwe brievenbussen zijn beter tegen vandalisme bestand en zijn ook groter dan de huidige. Het Blikconcern Impress komt in Ierse handen. De nieuwe eigenaar, genaamd de Ardag Glass Company, produceert glasverpakkingen voor de voedsel- en drankenindustrie. Er zijn ongeveer 200 mensen werkzaam in het bedrijf, dat zich nu nog voornamelijk bezighoudt met de fabricatie van verfblikken en spuitbussen. Door een eenmalige bijdrage van de gemeente Leeuwarden kan de Bibliobus weer langs de basisscholen rijden. Door deze bijdrage van 120.000 euro kan de bus een jaar rijden. De scholen in Leeuwanne reageerden enthousiast op dit bericht en zijn blij dat de bus, die sinds het begin van dit schooljaar stilstond, weer bij hen langskomt. Deze week konden de kinderen weer boeken lenen in de bus en het belangrijkste doel is om kinderen aan het lezen te krijgen. De gemeente Leeuwarden gaat onderzoeken of het sneller, maar minder vaak ophalen van grofvuil beter aansluit bij de wensen van haar inwoners. Het is nu mogelijk om grofvuil elke twee maanden gratis op te laten halen. Op 1 oktober gaat een proef van staat in de wijk Heegterp-Schieringen, waarbij mensen omrin kunnen bellen als zij grofvuil hebben. Dat wordt dan binnen twee weken op een afgesproken moment opgehaald. Er mag driemaal per jaar gratis gebruik van worden gemaakt en de proef duurt tot en met 31 december 2011. De bedoeling van de proef is om het illegaal storten van grofvuil terug te dringen. Openbare basisschool De Weide aan het rijgras vierde vandaag haar 15-jarig bestaan. De leerlingen konden de hele dag spelletjes doen op zowel het schoolplein als de openbare weg, die was afgezet voor verkeer. Er was een skelterrace een buikschuifbaan en er waren verschillende springkussens. De activiteiten werden georganiseerd met enthousiaste hulp van studenten van de Friese Poort. Vijftien jaar de weide, reden voor een feestje zie komen heen. Ja, absoluut. Uh, groot feest. Uh, we hebben vooral voor de kinderen groot uitgepakt. En uh, we gaan binnenkort verbouwen, dus uh, na de verbouwing zijn de ouders pas aan de beurt. Uh. Oké, okay, 15 jaar uh, zijn jullie nou al met deze school. Uh, ja, de wijk lijkt me wel wat ouder. Zijn jullie wat later gekomen hier? Nee, de, de uh, locatie bestaat als onderwijslocatie 35 jaar. Maar sinds 15 jaar heet het de weide. Hm. Ja. Dat is natuurlijk in het kader van alle fusies uh, die er waren? Ja, dat klopt. Uh, vroeger zaten hier twee scholen en uh, twee, uh, twee, een openbare school, een christelijke school en ook nog twee uh, uh, kleuterscholen. Hm. En uiteindelijk is dat gefuseerd tot aan deze kant van de wijk een openbare school. En aan de andere kant van de wijk de Willem-Alexander de christelijke school. Een uh, vrij grote wijk toch wel. Uh, ja, in tegenstelling tot, uh, tot uh, nieuwbouwwijken. Is die nog kinderrijk? Als ik om heen zie dan uh, is het een drukke school. Ja, absoluut. We groeien heel sterk de afgelopen paar jaren. We zitten nu op zo'n 350 leerlingen en we blijven nog steeds groeien. Je ziet een soort van vernieuwing in deze wijk. Grote, ruime woningen voor niet heel veel geld. Dus veel jonge gezinnen. Dus heel veel aanwas op het moment. Ja. Nou, dat zei je al. Een groot leerlingenaanbod. Dus ook een, ook een verbouwing. Wat gaat er gebeuren? Ja, het is de bedoeling om ongeveer 1000 vierkante meter aan te bouwen. Dat zijn zo'n acht lokalen. Om optimaal uh, onderdak te bieden aan ook opvang en onderwijs. He, dus niet alleen uh, de school, maar ook steeds breder uh, uh, de voorschoolse, naschoolse, tussenschoolse opvang. Ja. Dus tot slot, de weide is klaar voor de volgende 15 jaar? Nou, eerst nog verbouwen, maar uh, ja, absoluut. Ja. Dit was Leeuwen Actueel van dinsdag 28 september 2010. Tot ziens.